We kijken samen hoe we deze vraagstukken moeten oplossen. Maar eerst en vooral wil ik jullie zeker erop wijzen, als je het niet goed begrijpt, van de filmpjes van de vorige keer zeker opnieuw te bekijken. Deze reeks is een ongelijke verdeling als som en verschil gegeven zijn. We kijken eens heel goed. Bas is een echte muziekfanaat. Hij koopt een LP en een CD en geeft hieraan 32 euro uit. De LP kost 4 euro meer dan de CD. Wat is de prijs van de LP en de CD? Het schema is al voor ons getekend, dus we starten met eerst te noteren over welke dingen het gaat. Het gaat over de LP en het gaat over de CD, die samen 32 euro kosten. De LP kost 2 euro meer dan de video. Dus bij LP zetten we 4 euro meer. Nu zoeken we hoeveel elk deeltje is. Om dat te kunnen doen, gaan we eerst 32 euro min de 4 euro doen dat de ene meer heeft. Dan komen we op 28 euro. En nu kunnen we 28 delen door 2. Waarom gedeeld door 2? Omdat er 2 vakjes zijn. Is 14 euro. Dus elk deel is 14 euro. De LP kost 14 euro plus 4 euro. Dit noteren we eventjes bij de bewerking. Dus dat komt op 18 euro en de CD kost 14 euro. Dus zo kennen we het antwoord op onze vraag. De LP kost 18 euro en de CD 14 euro. De som van de scores van de twee voetbalploegen na de wedstrijd is 110. Het verliezende team haalde 12 punten minder dan het winnende team. Wat was de score van de voetbalmatch? Eerst noteren we wat we weten. Het gaat over het winnende team en het verliezende team, die samen 110 punten scoorden. Maar het verliezende team had er 12 minder dan het winnende team. Dat betekent dat het winnende team dus 12 punten meer heeft. We gaan opnieuw totaal min hetgene dat ongelijk is, is 98. En dan gaan we die 98 delen door 2, is 49. En dat is de waarde van de vakjes. De score van het winnende team is dus 49 plus 12, is 61. En de verliezers behaalden 49. Dus de score is 61-49. Het volgende gaat over drie gezinnen, Aarts, Bert en Kastel. Die gingen samen naar de spaghettiavond van de handbalclub. Hun gezamenlijke rekening bedroeg 205 euro. Gezin Aarts moest 15 euro meer betalen dan gezin Bert en het gezin Kastel betaalt 10 euro meer dan gezin Bert. Hoeveel moet elk gezin betalen? We starten met te noteren waarover het gaat. Gezin Aarts, gezin Bert en gezin Kastel. Die betalen samen 205 euro. We maken eerst de vakjes. En nu kijken we wat ongelijk is. Gezin Aarts betaalt 15 euro meer dan gezin Bert. Dus hier komt plus 15. En gezin Kastel betaalde 10 euro meer dan gezin Bert. Oké, dan gaan we verder met de berekening. We gaan eerst 205
min 15 euro en min 10 euro doen, dus dat komt op min 25. Reken maar eventjes uit. Dat is 180. En dan gaan we die 180 delen door 3. Want er zijn 3 vakjes. En dat is 60. Dus elk vakje is 60 euro. Dat mogen jullie daarin noteren. En dan kijken we per gezin hoeveel ze moeten betalen. Gezin Aart betaalt dus 60 euro plus 15. En gezin Kastel betaalt 60 euro plus 10. Dus 70 euro. Dus hoeveel moet elk gezin betalen? Gezin Aart betaalt 75 euro, gezin Bert 60 euro en gezin Kastel 70 euro. Op die spaghettiavond was er ook een tombola. En er waren 3 grote winnaars. Als je de nummers van de winnaars optelt, kom je aan 865. Nummer 1 is 225 meer dan nummer 2. En nummer 2 is 20 meer dan nummer 3. Noteren eerst de nummers. Nummer 1. 2. En nummer 3. Samen is dat 865. We tekenen de deeltjes. En dan kijken we wie wat meer heeft. Kijk hier goed naar de tip. Begin het schema met het kleinste getal. Het kleinste getal kunnen we zien dat dat nummer 3 is. Dus nummer 3 is al oké, okay. Daar komt er niets bij. Nummer 2 is 20 meer dan nummer 3. Dus dan noteren we bij nummer 2 20 meer. En nummer 1 is 25 meer dan nummer 2. Kijk goed, nummer 2 is dus het deel plus 20. Dus dat betekent dat nummer 1... ook de waarde heeft van nummer 2, maar nog 225 meer heeft. Voilà. Dan gaan we berekenen hoeveel elk getal heeft. We gaan dus die 865 eerst min doen, min 20. Min 225 min 20. Als je dat optelt, dan komen we aan 265. En dan is het verschil 600. Dan gaan we die 600 delen door 3, want er zijn 3 vakjes. Elk vakje is dus 200 waard. En om de waarde te kennen van de winnende nummers, dan doe je 200 hier plus 20 plus 25. En bij getal nummer 2, 200 plus 20. En dan hebben we het antwoord op de vraag. De nummers waren 445, 200, 220 en 200.